welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ja, ik ben heel moe nog, maar we gaan vertrekken naar de school om te gaan werken. En dan, want als we terugkomen naar school, nemen we Enzo mee. Dus het is een beetje allemaal een beetje denken hoe. Maar dat komt helemaal in orde, dus we gaan stilletjes aan vertrekken richting de school. En dat komt helemaal in orde. Dus je weet wel eens een keer dat je een beetje moe bent. Dus we gaan ons vloeivestje aandoen en dan vertrekken we richting de school. Zo. Dan vallen wij goed op. Voilà. Ik vind het echt vermoeiend, denk ik. Zo. Dus zo. Ja, je kunt Enzo niet meepakken om richting de school te gaan, wel richting als je naar huis gaat. Dan maakt het eigenlijk het moeilijkste van allemaal. Omdat je dat echt over moet nadenken en zo. Hoe gaat het dat doen? Of wat gaat dat doen? En zo dingen eigenlijk allemaal. Dus we gaan naar de wc en dan vertrekken we. Zo, we zijn vertrokken. Het is kei druk altijd als je hier moet passeren. Altijd. Ja, nu is het te voet, dus het is een beetje anders dan normaal. Het is lang geleden dat ik nog te voet ben gegaan, buiten dat ik dan natuurlijk in de voorkant kent ook bij was ook met de fiets. Dus het is echt de eerste keer dat ik alleen te voet richting de school ga zetten. Meestal doe ik dat met de fiets naar school gaan en zo, dus het is de eerste keer dat dit echt gebeurt. Ja, het is echt een omzwaai, want vorige keer was het echt nog warm en het is een beetje kouder aan het worden, dus het is echt wel een omzwaai. Dus het is wat het is. Wat het is, hè. Dus we kunnen het niet veranderen. Dus helaas. Ik ben benieuwd wat nu dat de voet hebt, dus hoeveel mensen we gaan herkennen. Want ja, dat is wat natuurlijk gebeurt. Dat ik de voet ga gaan richten. Dus ik ben er wel eens benieuwd naar eigenlijk. Ook daar en we gaan verder. Het zit echt overblad nog dicht tegen dat je het echt hebt gezien. Mijn haar is trouwens gekleurd op een andere manier. Ik ben eens benieuwd wat ze van zijn aan onze school. Dat weet ik natuurlijk nog niet. Dat kan ik niet zeggen. Dus het is echt nog. Ze zijn niet gewoon zo vroeg opstaan. Volgende week is het natuurlijk terug hens aan dek, dus dan is het dan wel terug zo vroeg opstaan. Maar dat is zo gewoon terug. Nu is het echt terug wat inkomen, want ja, doordat mijn schoonzus thuis is, die hens naar school brengt, is het een beetje anders, hè? Een beetje aanpassing. Dus het komt helemaal goed. Hoop ik. Toch. Dat hoop ik toch. Ja, ik heb vannacht niet zo goed geslapen. Dus dat was de eerste keer dat ik niet goed geslapen had. Dus dat was wel een beetje ja, niet leuk natuurlijk als je niet slaapt. Want ja, dan heb je natuurlijk dit voor natuurlijk. Hè. Dat je nog de helft dat je ogen toeplakt. Dus ja, dat gebeurt ook natuurlijk. Hè. Dus en dan gaan we nadenken of ik zaterdag met mijn oma ga shoppen of niet. Over aan het nadenken, dus omdat we willen zoveel doen in ons hoofd eigenlijk, heel veel dingen doen. Binnenkort met mijn heidje trouwens ook heel veel leuke dingen doen, dus dat je soms denkt van ja, dat en dat. Dus dat is echt wel nadenken. Dus, maar dan ga je wel zien wat dat we gaan doen als de vlog zit natuurlijk. Dan zijn ook van nu dat wij gewoon eens een week achter moeten gaan. Dat gaan ook natuurlijk, we zien het allemaal wel. Dus maar er komen zo nog sowieso leuke dingen aan, nog heel veel leuke dingen aan, dus ik wil zeggen, zeker abonneren. We hebben vandaag trouwens ook het was 10.000, het was in ieder geval heel veel kijkers, ik zal het hier inachten, dus dat zal ik doen, hier inachten. Kijk, wij lopen hier nu, en meneer loopt hier ook, en we gaan een stukje te voet, en straks gaat Petria dragen. Zeg, laat maar school, zegt. Ik was flink vandaag op school. Hij was heel flink vandaag op school. Het was echt heel leuk om te zien. Maar hij heeft echt goed geluisterd. En we lopen hier nu. Hè. We zitten in je zak. Weet je, in je zak. Ik zie dat het in je zak zit. Kom, we gaan naar huis.
en ga naar huis. Gedaan met school. En zo was moe, hè. Moe is gaan worden, hè. De grote berg, zegt hij. Op de grote berg. Ja, hier staan geen bloemetjes. We moeten verder wandelen. Ze staan in het gras. Heb je het gezien? Gaan we kijken. Boom patat. Boom patat. Ja, zit maar recht. Kijk! Wat goed, kijk! Ja. Nou, we nu allemaal lekker vleesjes hebben. Wat gaan we pakken, zegt. Wat gaan we pakken? Wat gaan we voor je doen? 3 hamburgers. Dat dacht ik al. Het is altijd hetzelfde, hè. Maar ze zijn ook zo goed, hè, hier, de 3 hamburgers. Dan denk je van een plakje hoor. Ik denk wel dat beeld, ja. Hij zal wel honger hebben, hij is naar school geweest. Ja, ja. Hij gaat sinds vorige week naar school. Ah, vind je het leuk op school? Hij is weer bij de gelukkig, hij heeft een vleesje gehad. Ja, een vleesje. Hij gaat er echt zitten, kijk, hij gaat er echt zitten. Geef maar. Kom, we zijn weg. We zijn weg. Het is wel een beetje moeilijk, maar ja, de buggy vond ik ook moeilijk om mee te nemen. Dus. Maar vanaf volgende week gaan we met de buggy. Ze gaan even kijken hoe dat ze dat kunnen doen. Want met de fietskar is het ook niet mogelijk, dus ja, maar dat komt wel goed. Zeg. Maar zo leert hij hem ook een beetje wandelen en dat is ook wel gezond voor de beentjes. Zo krijgt hij ook meer activiteiten ermee. Hè. Wordt hij ook sterker in de beentjes. Ik ben vanmorgen al erkend geweest. Ik zag hem op de kop op de foto, maar dat vind ik erg. Ga je een handje geven? En dat is helemaal, ja, ik vind het wel tof om met de fans in contact te komen. En ja, nu komen we natuurlijk ook meer buiten, dus mensen gaan mij ook meer zien. En de neus van Peter loopt een beetje. Hè? Hi! Hi, zegt hem. Hi! Dus Hi. Ik denk dat hij overal hier woont. Hij heeft overal een huis gekocht en zo, denkt hij. Vooral een huis heeft. Hier wonen we niet, helaas. Doorlopen. We moeten nog heel eindje gaan. Ja, we moeten nog een heel eindje gaan, ik weet het. Hier wonen we ook niet. Zowel makkelijk zijn moest Peter overal huizen hebben, maar dan zou Peter die wel verhuren. Hè? Dan zou Peter die wel verhuren, ja. Nee, hier wonen we ook niet. En blijft kijken of het iets speciaals is. Hm? Mama heeft al 10 keer gebeld. Maar de gsm staat nog af, omdat ja, onder op school zou ze ook wel durven bellen. Hè? Nog heel veel wandelen. Maar het gaat op zich wel goed. Hier nog zo iemand die zo op u lijkt. Gaan we naar binnen. Zo. Naar binnen. Zo, gaan we. We zijn binnen. Zo, we zijn terug thuis, zegt. Is de buggy kapot? Oei. Wat is er met de buggy aan de hand? Is hij kapot? Ik kan aan je mama bellen. Is. Nee, we gaan niet vast. Zeg eens hoera!